Wij staan hier bij Café Spinners in ieder geval, dat weet ik wel. En bij mij heb ik de heer... Frans Bus. En... Koen van IJzendoorn. Nou Koen, jij hebt hier dit mooie etablissement, hè? Ja, dankjewel. Al bijna 19 jaar ondertussen. En nog steeds met liefde en plezier. Kijk, nou, dat horen we in ieder geval al graag. Maar nu staan we hier vandaag omdat er iets bijzonders gaat gebeuren. Wie mag ik het woord geven? Frans? Ja, nou ja, wij hebben voor 25 jaar terug alle militairen in een t-shirt gestoken. Toen bestond de genie 250 jaar. En dit jaar bestaan ze 275 jaar. En daar hebben we voor hun weer een verrassing voor. Dat komt straks aan de orde. We hebben vlaggen laten maken omdat de 105e Vierdaagse is, wat je net zei. Maar ook de 105 Voorburg Compagnie. Dus we hebben nog iets in petto, want we hebben heel veel pleinen in Kuik. Maar we missen nog iets. Ook dat komt straks aan de orde. Dus dat is er wat er vandaag... Nou ja, wie er vandaag in het zonnetje wordt gezet. Dus eigenlijk de militairen? Ja, dat is de bedoeling. Wij vinden eigenlijk dat het niet heel erg veel gebeurt. Dan gaan wij dat doen. We zijn heel erg militair minded, zeker met de Vierdaagse. En omdat wij dus 22 jaar met die mensen gewerkt hebben in Café de Pontedien, toen was het de Posthoorn, is daar weggegaan. Toen is het hier naar Koen gegaan. En nou, die zet het voort, waar ik heel erg blij mee ben dat het in leven gebleven is. Ja, want dat is het dus eigenlijk. Het heet nu gewoon vandaag eigenlijk geen Café Spinners, maar Café de Pontenier. Ja, tijdens de Vierdaagse noemen wij onze zaak inderdaad als een ode aan de militaire Café de Pontenier. Ja, dan ben ik toch nog even benieuwd. Waar komt het geld vandaan voor al die vlaggen en die shirts en al dat mooie spul? We hebben in Kuik zoveel mensen die er aan mee willen doen. En voor de goed luisterende kan straks horen waar het vandaan komt. Maar ik vertel het nu niet. Nou, ik mag eigenlijk niet reclame maken, dat doe ik ook niet. Nou, dan blijven wij nog even hier en wij laten ons verrassen wat er zo gaat gebeuren. Ja. Toch? Ja, ja, fijn, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, en dank leuk dat het voor de moeite. Ja. En, nou, ik wens jullie een heel geschikte avond al. Een leuke avond van gemaakt met z'n allen. Ja. Zeker. En voor jullie. Mooi. Het is alweer een jaar geleden dat we hier gestaan hebben. Zeker. Traditiegetrouw beginnen te worden dat we het doek en het bord van de Café de Pontenier onthullen. Ik zou willen vragen, doe jij het of laat je het doen? Ik denk dat ik het ga laten doen. Oké. Okay. 3, trek dat ding, ja. Oh, ah, nee. Oh, Koen. Dankjewel. Weet jullie hoe het moet? Heb je enig idee? Nee. Nu gaan ze de café openen, de Pontenier. Zoals ze ook de pontonbrug altijd openen. Door een touwtje door te slaan met twee ijzeren pinnen. Ja? En jullie gaan een brug. Waar de brug mee aan elkaar zit. Hotsakee. Het is gelukt. Ja. Dronken Pontenier, waar kom jij zo laat vandaan? Eer zij uw naam, van de hoefschut, van de hoefschut, is er nog redding voor mij. Ja, 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 Janus, hij roept u voor het leger, voor leger. Janus, hij roept u voor een corrupt Ponteniers. En wie het laatste kwakkie in de emmer heeft gedaan, die moet met de koperen pot rondgaan. Ja, 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 Janus, hij roept u voor een corrupt Ponteniers. Dank u wel. Ja. 25 jaar geleden. 250 jaar is er niet. Nu 275 jaar. Toen zat ik in Café de Pontenier. Nu is Koen in Café de Pontenier. Maar na die 25 jaar hebben we voor alle manschappen
een shirt. Het leek op een vest. Maar het is... Je moet ook naar uit kijken ook. Maar het is... Dat is wel echt gaaf. Een t-shirt. Ja. Prachtig. Dit is jouw maat. Ja, pas aan mij. De rest komt. Ja, ik heb het gezweet, dus het is goed afgevallen. Dankjewel. Mooi t-shirt bij. Nee, jullie krijgen er ook allemaal een. Dus kijk nog even. Ja, ja. Jullie nog niet, want je moet eerst nog iets afmaken. We hebben in Kerk heel veel pleinen. Stationsplein, Louis-Janssenplein, Marktplein, Kerkplein, Maasplein. Eén plein missen we nog. En als ik je nou mag verzoeken om een bord te onthullen. Ik ga ervan uit dat de meeste van jullie donderdagavond ook nog even hier zijn. En dan is het wat ons betreft de bedoeling dat alle aanwezigen donderdagavond op de witte vlakken die nog onder de foto's beschikbaar zijn, zijn handtekening neer gaat zetten als een soort van aandenken en vereeuwiging van iedereen die van de 105 hier in Kuik is geweest. Ik zou zeggen, pak een lekker beeldje en donderdagavond is de eerste van mij. En hopen dat we de komende week weer een geweldig feest van gaan maken van z'n allen.